Het nieuws raakte bekend dat Angelina Jolie haar borsten liet amputeren om borstkanker te voorkomen. Hoe staan jongeren tegenover borstkanker en zo een zware beslissing? Ik vind het een heel moedige beslissing van Angelina Jolie om dat te doen. Ze heeft heel veel risico op borstkanker en ik denk dat die beslissing echt wel goed over nagedacht is geweest en heel verstandig is van haar. Ik weet niet of ik het zelf zou kunnen, maar het is wel, ik vind het heel moedig en heel mooi dat ze dat wil doen. Dat een beroemd persoon naar buiten komt met haar verhaal, kan een hart onder de riem zijn voor mensen in dezelfde situatie. Ik vind dat heel moedig van die vrouw. En ik denk dat dat zeker een steun gaat betekenen voor mensen die nu in deze fase zitten. Die borstkanker hebben en die hun borst moeten laten afzetten. Het kan ook een aanzet zijn om meer na te denken over borstkanker. Als ze zo'n beroemdheid en wij ook alsmaar gaan zeggen van kijk, pas op, let op met te veel alcohol, let op met als je te lang wacht voor kinderen, veel hormoonblootstelling. Als je merkt dat in je familie toch mensen frequent geconfronteerd worden met borstkanker, raadpleeg toch een keer een arts om te kijken van ben ik toch niet voorbeschikt tot het ontwikkelen van. Ik denk dat we zeker dit moeten aangrijpen als iets van, kijk, pas op, het kan u ook overkomen, ook als jonge persoon. Te vroeg beginnen met screening kan ook negatieve effecten met zich meebrengen. Ik denk dat het geen algemene regel mag zijn dat je als jonge vrouw al start aan screening. Het heeft een duidelijke reden waarom bevolkingsonderzoek pas aan 50 jaar start. Dat is eigenlijk omwille van de stralen. Bij mammografie heeft een hoge stralingsdosis. Dus mocht je daaraan beginnen aan je 25 jaar, dan loop je ook weer risico op te hoge stralen op de borst. En dat is ook absoluut niet goed. De meeste jongeren zijn nog niet echt bezig met borstkanker. Misschien dat de jeugd daar ook nog niet zo over nadenkt. Zoals een oudere vrouw, maar je ziet inderdaad wel meer vanaf een bepaalde leeftijd kunt u gratis laten onderzoeken. Dus misschien dat als jeugd zelf nog niet echt daarmee bezig bent, denk ik dan. Borstkanker is een veel voorkomende ziekte. Toch is het niet nodig dat jongeren zich al te veel zorgen maken. Ik denk dat jonge meisjes eigenlijk zich nog niet echt ongerust moeten maken dat ze met borstkanker gaan geconfronteerd worden. Maar het is nooit niet slecht voor aan zelfonderzoek te doen. Als je iets verdachts voelt of iets anders voelt aan je borst, raadpleeg toch best je arts.